En welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Ben ik klaarmaken voor naar mijn schatje te gaan. Ben ik even aan het kijken als ik alles heb. Nee, nog niet alles. Het belangrijkste als je gaat rijden, je rijbewijs meenemen. Voilà. En dan de was ook al meenemen. Dus even kijken als ik nog extra was heb. Ja, ja, ik heb hier nog extra was. Was. Dan heb ik hier ook nog extra was. Ja, eerst was. En dan go. Dan kan ik ook nog eens. Ik zag hier net iets rondlopen. Of toch niet? Oké, dan pak ik dat op. En dan zijn we. Onderweg eerst naar mijn schatje toe en dan ga ik vertrekken. Dan van mijn schatje uit naar mijn ouders toe en dan terug naar hier toe, want het is bagger weer. Ik weet niet wat ik dan juist ga doen. Voilà. Zo. Dan pak ik jullie mee. Ik neem jullie mee. Voilà, dan op de deur te doen. Voilà. Grote sleutels nemen. Ja, ik ben niet zo'n vlogger zoals de andere vloggers. Wat jullie denken van dat die mooie materiaal en al vertonen, naar bedrijven gaan, noem maar op. Nee, ik ben maar een ordinair YouTuberke. Kleine YouTuberke. Maar die mogen het ook wel zien. Voilà, ik ben nu door. Even de wasmand achteraan zetten. En het is aan het regenen. Klote weer. Of we moeten zeggen van, we gaan vandaag zwemmen. Dan ben ik ook wel blij. Voilà. Dan ben ik ook blij. Oh, Jezus Maria Jozef. Het heeft wel afgeregend deze nacht. Ja. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Hier zijn jullie weer. Allee mannetjes. Ik hoor het afdrukken. Ja mensen, ik heb eens iets heel leuks gekocht voor mijn schat en mijn schat is er echt heel blij mee. Ik ga het dus jullie eens laten zien. Tadaam! Een hele mooie bouquet rozen. En een vaas, want die hadden we niet. Voilà, dat wil ik ook zeggen. En een vaas, wat zij heeft gezegd. En toen zei ik, maar oei! Toen dat hij binnenkwam met die naar dat auto kwam met die rozen, ik zeg ja, maar oei! Uw vaas, je hebt dat niet. Hoe gaan we die in water zetten? En toen zei hij, kom, we gaan hier tegenover een vaas halen. Ja, dan zijn we dus van de oké tegenover naar Filippaars gegaan, daar in een vaas gekocht. Voilà. Weer al een vriendinnetje blij gemaakt. En ik ook hoor, ik ben er ook blij om. Een vriendinnetje? Ja, mijn schat, mijn lieverd. Ik dacht niet... dat je iemand anders als uw lieverd nu had. Oh ja! Oh ja, wie kan ik mij als lief gebruiken? Ik weet het niet. Ik hoor nog veel te veel van haar. Dat weet je. Dat weet iedereen. Dat weet echt iedereen. Maar ik ook van u. Oké. Okay. Ik ga nu eens kijken hoeveel. Ja, je woont met een kont slaan. Ja, met mijn kabel. Ik had het gevoeld. Ik ga eens even kijken hoeveel beschuitjes ik nog heb. Nog genoeg. Je hebt nog extra gekocht. Ja, voor bij mijn soep. Ja. Want ik ga soep met balkjes nu eten. En dan ga je nog zien wat ik nog kan doen vandaag. Sowieso, hè. Wat blieft? Rummikub niet. Ah ja, Rummikub time. Weer. Excuseer.
altijd de grootste kastrol er altijd uit. En dan de schaar. De soep. Ik geloof dat haar soep hier ook nog staat, of niet? Haar kippensoep dacht ik toch niet. Toch niet. Dan zet ik jullie terug even vast op een houdertje. Goed, dat staat altijd bij. Goed schudden voor gebruik. Oké. La 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 la. Voilà. Ik heb goed geschud. Dan doen we dat open. Dan doen we de soep in de kastrol. Voilà. Tot de laatste druppel. Ja, je zegt tot de laatste druppel, hè, mensen? Nee. Ik ga daarmee stoppen, want de druppels blijven maar komen. Oké, en dan steek ik dat klein stukje karton terug in de karton. En dan zet ik de verwarming aan op 6. Ja, het vuurtje op 6. Pollepeltje erbij nemen. En dan regelmatig roeren. Peper erbij nemen voor op tafel. Dan ga ik haar roze op mijn kastje zetten hier even. Wat ja, straks moet die wel terug op tafel. Hè. Ja. Voor bij de ontbijt en zo. En die mogen eigenlijk niet te veel bewogen worden, denk ik. Ah, oké. Okay. Voilà. Het gaat hier nu op de kast. Oh. Dan kan ik mijn powerbank ook even aan de kant leggen. De Rumi Cup even aan de kant. Die we zelfs toch nodig gaan hebben. Ja. Dan hier, gouden tafel. Heb je sandwiches? Dat weet ik niet. Dus even kijken of ik nog sandwiches heb. Ik geloof van wel. Ja. Ik heb nog sandwiches genoeg. Voor? Mijn brood heb ik gegeten. Ah ja, juist. Ja, om dan terug naar half te rijden en dan terug naar hier. Is te zot. Ja. Ja. Dan gaan we ook nog even de tafel afrijven. Dit ook nog gauw weggooien. Ik ruik de soep al. En ik heb deze morgen ook mijn tandjes gepoetst. Schat. Ja. Moet je zelfs iets vragen, maar dat gaat niet. Oké. Mocht. Dat gaat niet. Je mocht niet. Nee, dat gaat niet. Je mocht niet, zeg ik toch. Je mocht niet. Je moet niet zeggen je mocht niet of je mocht wel. Ik ben geen klein kind, hè. Dat is ook weer waar. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Wat hè? Nog de groetjes aan de kijkers, wou ik zeggen, maar ja. Ah, de groetjes aan de kijkers, hè. Jawel, dat stond nog open, hoor. Dus de groetjes aan de kijkers van Bea uit. En een blauw duimpje. Oei, oei, ik kom in de soep. Hoor dat eens. Ik moet eens roeren. Wat is er? Ik ga het hem aanbakken. Ik kan een soep aanbakken. Ja. Aankoken. Ja. Ah, oké, okay, dat wist ik niet. Ik heb er iets bijgeleerd. Mama heeft al zelfs laten koken totdat niemand te eten was eigenlijk. Amai. Zo, allee, dat kan. Als je dat niet in de gaten hebt, dan kan dat aanpakken. Okay. Ah ja, kijk maar naar Cedric op familie. Ja. Tjus, 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 tjus. Tafel even verder afrijven. Voilà. Sessa, sessa. Matje erbij. En dan zie ik jullie allemaal straks. Ja, weer. Je weet toch wat wij eigenlijk door de dag bezig zijn. Hè? Ik heb mijn lievertje. Eén woord. Rumi Cup.
Oh ja, hoho. Maar het probleem is hè, nog altijd, hè, ik sta nog altijd 2 rondes achter. B heeft 15, ik 13. En er is nog een probleem opgedoken. Een nieuwe crowdfunding moet er gestart worden, want kijk hè, ik heb het laten zien. Mijn beeldscherm is nu opgestart. Ziet je het? Wat kan daar aan zijn? Ik weet het niet. Help me eens. Laat het hieronder in de comments voilà, weten. Ik heb het even heel anders opgelost. Ik heb mijn oude beeldscherm eens boven gehaald. Met, jammer genoeg, als jullie het goed zien... Met een hele lijn. Doe mijn beeldscherm. En daar zat met een andere beeldscherm. Daar op de grond. Ik ga hem toch eens binnen doen. Eens kijken als hem nog kan gered worden. Dus ik heb nu nog een tijdelijke scherm. Hopelijk gaat nu al eigenlijk alles terug meevallen. Noem maar op. En ik ben zo tired vandaag. Moe. Ik weet niet hoe ik kan. Ja, oké. Ik wist dan even aan kijken als Beertje mij heeft geantwoord. Nog niet. Oké, dat is goed, Beertje. Dan zien we elkaar nog morgen. Maar dan spreken we dan hier bij mijn thuis af voor samen te kunnen vertrekken dan. Allee. Ik ga dat maar iets weten. Joep. Bye. Salut. Zo'n voice memo heb ik doorgestuurd naar haar toe. Maar ja, ik heb het toch wel tijdelijk kunnen oplossen nu met mijn beeldscherm. Ja, dan wordt weer al even weer al aanpassen ook met de gamen en al. Maar dat komt wel goed. En nu moet ik ook wel... Ja, vroeger zat mijn knopjes aan de zijkant. Amai, die zat los. Die zat wel redelijk los, hè. Kan ik hier ergens ook aan? Die zat wel redelijk los, hoor, die beeldscherm. Voilà. Haal de schijf uit, boxen uit. Klik, klik, klik. Klik, 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 klik. Daar ken ik ook nog zo'n YouTuber van, Boevenvangen. Klik, 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 klik. Klik, klik, klik! Ja. Zie je, daar blijven de wolkjes ook weer al aankomen. De zwarte wolk. De zwarte wolkjes komen eraan, olé, olé. De zwarte wolkjes komen eraan. De zwarte wolkjes komen eraan. De zwarte wolkjes komen eraan, olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Allee. Morgen! Ja, voor jullie ook morgen. Voor mij ook morgen nu, deze keer. Maar ja, ik kan het niet uitleggen. Dus zaterdag heb ik weer een leuke planning op staan. Om 4 uur moeten we eigenlijk zijn. Dus 16 uur moeten we eigenlijk zijn. En dan gaat de film... Ja. Terug beginnen. Ik heb dit. Dit heb ik niet nodig. Het is het andere dat ik nodig heb. En mama, heb ik die weer gelegd? Oh my god. Ja, 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 ja. Ja, ik heb hem. La li la la. Da li la la. Oh, ik heb nog zo zin om eens een quizrondje te doen. Allee, en een quizrondje. Jawel, mensen. Ik heb dus goed zin om eens jullie wat vragen te stellen. In 1. In welk Europees land betaal je met ponden? Allee, dat is toch wel echt gemakkelijk, hè? Met ponden betalen. Oké. Dan 2. Wat vloekt Homer Simpson als hij blundert? Ja. Dat is ook weer een hele gemakkelijke. 2. Van welk dieren stamt de mens af?
Ook een gemakkelijke. Dan, waarmee bestrooien fastfood restaurants hun frieten zodat ze er smakelijker uitzien? Echt? Dat wist ik deze keer eens niet. En dan nog nummer 5. Welk edelmetaal wordt gewogen in karaat? Oké. Okay. En in welke afstand leggen de snelste spurters in iets minder dan 10 seconden af? Dus ik herhaal. Welke afstand leggen de snelste spurters in iets minder dan 10 seconden af? Allee, ik hoop dat jullie het weten, hè, de vragen, eigenlijk de antwoorden. Maar nu ga ik ook eens al gestrekt de antwoorden zeggen. Dus als jullie een quizvraag op bezig zijn en zeggen van oh, we gaan eens even die van suiker gebruiken, zet nu op pauze. Zet nu op pauze. Ik ga nu de antwoorden direct zeggen. Dus zet het nu op pauze. Oké, ik hoop dat ze dat nu hebben gedaan. Dus nu ga ik de vragen terug herantwoorden. En ook met de antwoorden erbij. In welk Europees land betaal je met ponden? Dat was dus Engeland. Wat vloekt Homer Simpson als hij blundert? Toe! 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 Ja. Van welk dieren stamt de mens af? Apen. Waarmee bestrooien fastfoodrestaurants hun frieten zodat ze er smakelijker uitzien? Dat vind ik heel raar. Suiker! Dat staat hier echt op, hè. Suiker. Dan, welk edelmetaal wordt gewogen in karaat? Dat is diamant. En dan, in welk afstand leggen de snelste spurters in iets minder dan 10 seconden af? Dat is de 100 meter. Yeah. Voilà. Ja, dus dat waren de antwoorden. Dus ik ga jullie nu even nog laten. Misschien nog dat ik nog eens ergens in de loop van het filmpje ook nog wel eens nog een paar vraagjes ga stellen. Jee, wat entertainment naar jullie toe, hè. Voilà, dat moet ook eens kunnen, hè. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Allee, tot straks allemaal. Yo. Zo, nog heel eventjes naar het rondpunt gaan. Want we hebben online besteld. En die staan om 4:55 klaar. Dus we zijn nog mooi op tijd. En het zonnetje schijnt. Wauw, buiten. Kijk maar, mensen. Kijk eens. Kijk eens hoe mooi dat de zon schijnt. Ah, daar kun je nog in stappen. Oké, dan ga ik de deur open doen voor jou. Een gentleman zijn, hè, mensen. Een gentleman zijn, hè. Kijk eens aan. Deze bloemen nu te deur. Ja, alstublieft. Ik moet er wel niet te fel voor wennen, hè. Want anders verwachten ze altijd meer. Nu kun je meteen neerzetten. Ja, dus dat is ons geheimje, hè, kijkers. Goed, ja, oké. Okay. Wat ons geheimje. Dan moet je maar naar de vlog kijken. Ja, ja. Ik hoef het al niet meer te weten. Voilà, ze is al kriekel. Nee, ik ben niet kriekel. Ik heb gewoon pijn. Ah, oké. Okay. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal s'avonds terug. Zo, mensen. Ik ga nog eens even op pad. Even de eerste sleutel nemen. Jullie denken van, amai, heb jij weer een weg? Ja, ik heb weer een weg. Dan naartoe, naar de garagist met mijn wagens. We gaan dus kijken wat er nu juist echt allemaal aan de hand is. Na die accident. Dus... ga ik dan eens op de brug gooien en dan ook eens eronder in kijken voor toch wat rijvaardig te maken. Ook voor het leuke te kunnen doen morgen. Want morgen, oh, dat gaat echt een ontzettend leuke dag worden. En jawel.
Deze jaar ben ik er nog niet geweest op die locatie. Kan ik u ook al met volle trots eerlijk toegeven. Dus dat ik daar nog niet ben naartoe geweest. Maar nu eerst ergens naar mijn garages toe gaan. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. En het is nog zo beautiful weer. Buiten. Oh, dat is echt zalig buiten. En ik moet weer omheen. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, hier bij de garage aangekomen. Gaan ze dus voor de eerste keer eens kijken nu naar de schade wat ik heb opgelopen dus met het ongeval. Ik kan het nu jullie ook eens eindelijk eens laten zien voor de eerste keer. Dus hier zie je nog de kleur van de andere wagen die dus nog, tot heden nog altijd vluchtmisdrijf heeft gepleegd. En nog altijd op de vlucht is. De klootzak. Sorry als ik het zo zeg. En dan hier. We hebben die kap hier dus volledig moeten eruit halen. En hier is het ook eruit. Dus we moeten daar ook eens even naar kijken hoe het dan juist zit met rijvaardigheid. Dus ziet hier, hier zit het ook volledig open. Hier ook. En dan komt er een tuigtorske. Jammer geen John Deere. Kijken. Maar ja. En dan mijn deur, hier ook nog wel. Maar ja, we gaan er eens naar kijken. Zo mensen, ik ben nog eens even aan het livestreamen. Toch al een mooi dik uur aan het livestreamen. Dit is de allerlaatste map dat we ook gaan spelen. De Ascent. Als hem doorgaat. Kan beter. Je bent de laatste rank, dus kan veel beter redeemen. Shoutout naar de chat. Shoutout naar de kijkers. Ja, ik zo. Ja. En Snoezig, je krijgt ook een shoutout. Dus bij deze is dat ook dan gebeurd. Alsjeblieft. En ik ga nog mijn livestream ook nog verder afmaken. Dus dan ga ik ook de vlog hiermee afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zal zeggen, zoals ik altijd zeg. Yo, 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 yo. En speciaal even nog een kleine toevoeging. Jawel, ook een shout-out naar onze goede maatje Bert. Bij deze een shout-out. Hallo kijkers. Dus nog een kleine toevoeging hier aan mijn vlog. Ik wil dus even ook eens duidelijk maken hoe het ongeval, hoe het ongeval is gebeurd. Ik zit ook nog altijd te livestreamen en nu kunnen de kijkers via livestream hebben een kleine primeur. Yay! Daarom die belletje dat ze aanklikken. Of mij volgen op Twitch. Dus die horen uiteindelijk het voor het eerst. En ja, mijn vlog moet ik hier nog monteren. Hè. Dus dan weten jullie dat. Want het is nu weer op bijna 12 uur s'nachts. En ik ga nu mijn verhaal eens vertellen hoe het allemaal eens gebeurt. Oké, ik ben onderweg dus naar Nederland toe. Dus naar de wandelplaats waar Tamara en Mano mij hebben voorgeschreven. En ja, want die hebben daar een vakantiepark. Ik weet niet juist hoe die vakantiepark noemt. Ik ga dat eens even heel snel bekijken. Want hout halen, peer, pre, Bundeldorp, plein, daar was het dan gebeurd bij de havenweg. Dus ja, wij wouden eigenlijk bij de Klimbos weer gaan, gaan wandelen, want daar is ook wel een hele mooie wandelplek. En dan heb je daar ook nog de Roompot vakantiepark Weterbergen, waar dus hun dan ook op vakantie gaan. En ja, en die hebben dan gezegd van, kijk Dimitri, daar is een hele mooie plek om gaan te wandelen is. Daar hebben ze dus ooit eens in het verleden gezegd. En ja, die maandag, ik heb dus een ganse week verlof gehad. Dus omwille van
de laatste maandagen van de maand heb ik altijd verlof. Dan ja, moest ik dinsdag gewoon gaan werken. Woensdag was het opnieuw verlof van 1 mei, van de 1 mei viering. Dan ja, donderdag gewoon terug gaan werken. En dan vrijdag heb ik dan weer al terug vrijdag, omdat ik 4/5 werk. Dus dan heeft mijn begeleider gezegd van ja, waarom pak je dan ook niet die dinsdag en die donderdag erbij? Oké, dan heb ik dat ook gedaan. Dan heb ik nu een ganse week verlof gehad. En ja, ik was dus onderweg, dus samen met mijn vriendin, lekker aan het feesten. Jee, 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 wij gaan een mooie wandeling maken. Di-di-di-di-di. Maar we zijn er dus tot heden nooit aangekomen. Nee, dus bij Klimbos weer waar we dus gaan wandelen. Maar nu, dus, en dan heb je bij de havenweg, heb je daar ook nog zo een ja, versmalde bruske. Daar moet je dus ook overrijden. En ietsjes verder, daar heb ik opnieuw een kruispunt. En daar stond ik dus stil. Ik had dus dan een voorligger voor mij. Ik heb hier niks voor het uit te leggen. Een voorligger voor mij, ja. En ik stond daar achter. En dan in één keer kwam die pol, baf, tegen mij aangereden in mijn, ja, in mijn kabinetje zijn de kont. Ik dan naar voren geschoten en terug naar achter met een hele slag. Ik had heel felle pijn. Mijn vriendin had heel felle pijn. Mijn vriendin stapte dan ook uit de wagen. Dus, en dan in één keer zette die pol zich in achteruit. En dan in één keer, ja, hup, joink, spookrijder via de havenweg is hem dan ook weer gevlucht. En daar is ook ja, zo'n burger net opgericht. Ik heb nu dus echt niks bij, niet op voorbereid, omhoog van dat ik ook aan het livestreamen was, dit, dat. Eens even kijken, want ze hebben ook een kleine beschrijving gedaan van de man. Dus wacht, hè. Ik zal ook eens de artikelen voorlezen. Update, maandagmiddag rond 13:10 zijn de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een ongeval op de Kempenweg. Op de kruising met de Havenweg had een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een bestelbus. Volgens een getuige botste de automobilisten achterop op de bestelbus. Zette hij zijn auto vervolgens in achteruit en reed er vandoor richting Budel-Dorplein. De bestuurder van de betrokken bestelbus is per ambulance, dus ik, naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn voertuig zal door een berger worden afgesleept. De politie reageerde, regelde het verkeer en heeft een burgernetbericht verstuurd vanwege de zoektocht naar de automobilist. Het betreft een man met een denkerpostuur, een bruin haar en bruin haar. Hij reed in een donkerblauwe Volkswagen Passat stationwagen met Pools kenteken. Heb je dit voor de politie, bel dan 112. Update 1414, de burgernetactie is afgerond. Het voertuig is nog niet aangetroffen. De politie vraagt je indien je nog informatie hebt te bellen met 09008844. Voilà. Dus ik zal dan ook eens de foto's eens laten zien. Dus dat is de kruispunt. Die blauwe hoort er niet bij. De blauwe hoort er niet bij. En dan, hier lag je dan op de brancard. Dus ja, ik wist ook niet hoeveel omstaanders dat er allemaal waren en al. En voilà, dat waren de foto's ook van die krant. Voilà. Ik hoop dat jullie hiermee zijn geïnformeerd. Dus ja, die pol was recht achter op mij ingereden. En dan heeft hij achteruit genomen. En dan hup, de vlucht genomen richting, Budel-Dorplein. En tot heden zijn er dus nog altijd geen
Ja. Geen dater. Gevat. Voilà. Bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik zal het nog een keer zeggen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, een video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo.